Madame Duplessis was de vrouw van een slavenhouder. En zoals ze dat nog wel eens deden, gingen ze vaak varen. De roeiers, dat waren slaven. En dan nam ze ook wel haar gevolg mee, dienstmeisjes. Onder een van die dienstmeisjes was er een die een baby bij zich had. Het kind dat begint te huilen. Mevrouw Duplessis zegt tegen de moeder, hou het kind stil. De moeder probeert het te sussen. Maar het kind dat wil niet stil zijn. Waarop mevrouw Duplessis geërgerd zegt, breng dat kind naar me toe. Ik hou het wel stil. De moeder brengt het kind naar haar toe. Mevrouw Duplessis die houdt het kind in het water met het kopje naar onder, zo lang tot het kind gestikt is. Waarop ze tegen de moeder zegt, hier heb je het terug, nu is het stil. Mevrouw Duplessis is begraven. Een graf is bij de hervormde kerk op het kerkplein. Op het graf staat, eindelijk ben ik tot rust gekomen. Maar dat geloven we niet. Het volk gelooft niet dat ze ooit tot rust zal komen. Het verhaal wil dat ze zich steeds wentelt in de graf. Dit is Suriname. Het land waar het verschrikkelijke verhaal van mevrouw Duplessis zich afspeelde. Het is één van de vele klassieke verhalen uit de slaventijd. Eeuwenlang is voor de blanken slavenarbeid verricht door uit Afrika geïmporteerde negers. Op 1 juli 1863 werd een einde gemaakt aan dit onmenselijke economische systeem. Er is veel veranderd in 100 jaar. De meeste plantages waarop vroeger het Surinaamse leven zich afspeelde, zijn gesloten en vervallen. Maar zijn de emoties over het onrecht in de slaventijd nu ook dood en begraven? Of leven er nog herinneringen bij de Creolen, de verre afstammelingen van de vroegere slaven? Kan ik me herinneren, een vrouw die in de buurt van ons woonde, hè, die onlangs ook een slavin is geweest en de striemen ons nog de striemen op haar rug toonde. En uw grootmoeder? En mijn grootmoeder, hè. Zij was ook als kind, liet haar moeder erachter om op die Emasi-dag haar banja te gaan dansen. Haar moeder was een vrijgekochte slavin en die vertelde haar alles hoe het op de plantages geweest is. Ja, er werd maar verteld, er waren slaven. En daarna kwam hier koning Willem III hun vrijgemaakt. Dus er is geen slaven meer. En velen hebben dan, de kinderen verteld dan veel en veel later, verteld over de mishandelingen die werkelijk op de plantages gebeurden. Van de meester en tegenover zijn mensen. Zodat het dan feitelijk deze kinderen, vooral deze onze nakomelingen van die tijd, die zijn niet erg Nederlands gezind. Want het is hun ontzettend veel verteld over de mishandelingen. Er is een groep Surinamers die de wreedheden bedreven tijdens de slavernij wil uitbuiten. Om op die manier de kansen voor steunverlening te vergroten. Maar ik geloof niet dat Suriname daarmee gebaat is. Mijn bezwaar is, als ik het zeggen mag, dat op het ogenblik er personen zijn die uit onwetendheid of misschien ook uit arglist de gebeurtenissen na 100 jaar uit de slaverij ophalen, niet als historische periode, maar eenvoudig om een anti-Nederlandse geest te kweken en om onrust of onvrede te zaaien. Want ik zeg nogmaals, het was een vreselijke tijd, maar we moeten elke historisch tijdperk moeten we in zijn tijd bezien. Zowel de meesters als de slaven. Al wordt er dan weinig meer gesproken over de slavernij in Suriname. Misschien op een kleine groep jongeren na die dat met hele bepaalde bedoelingen doet. Toch is de herinnering aan een maatschappij die eeuwenlang gebaseerd was op de wet van de ongelijkheid levend gebleven in Suriname. Laten we teruggaan in het verleden. We komen dan in het begin van de 16e eeuw. Toen de Spanjaarden voor het eerst voet aan wal zetten aan de Wilde Kust op zoek naar het fabelachtige rijk van El Dorado, het land waar het goud voor het opscheppen lag. De Indianen, de oorspronkelijke bewoners van het land, weefden de Spanjaarden steeds verder het binnenland in en hun pogingen verliepen in vruchteloze
onderzoekingen van de oerwouden van het binnenland van Suriname. Nuchtere lieden zagen inderdaad goud in Suriname, maar het lag niet voor het opscheppen. De Europese pakhuizen lagen te wachten op tropische landbouwproducten, op suiker, koffie, cacao en tabak. De eerste suikerplantages werden aangelegd onder Engels bewind. Maar al in 1667 voer een Zeeuwse vloot onder Abraham Krijns de Suriname rivier op en veroverde het fort de Paramaribo op de Engelsen. En sedertien bleef het land onder Nederlands beheer. Nieuwe kolonisten, Nederlanders, Franse hugenoten en Portugese joden trokken naar Suriname en legden daar grote plantages aan in de rijke kustvlakte. Sluisjes zorgden voor de bevloeiing van het land. Maar behalve water en grond waren er werkkrachten nodig, het eeuwige probleem van Suriname. Maar in die tijd was de oplossing simpel. De monnik Las Casas, die in Amerika gezien had hoe de tengere indiaan bezweek onder de zware arbeid in de Spaanse mijnen, had voorgesteld om voor deze zware arbeid Afrikaanse negers aan te voeren. Hoe goed zijn bedoelingen geweest zijn, het was aanleiding tot het ontstaan van een mensonterende slavenhandel die in het voordeel was van de plantagehouders. Onze West-Indische Compagnie heeft in de 17e en de 18e eeuw een belangrijke positie ingenomen bij deze slavenhandel. Zij veroverden forten op de kust van West-Afrika die al eerder in handen waren van de Portugezen en maakten van de slavenhandel een bloeiend bedrijf. De negers, vaak krijgsgevangenen uit onderlinge stamoorlogen, werden door de stamhoofden verkocht aan de slavenhalers. Hier zijn de trotse schepen van de loffelijke West-Indische Compagnie. Binnenin is de toestand minder loffelijk. Plaats voor 421 slaven. In de praktijk werden het er vaak 700. Mannetje naast mannetje, als in een lijkkist, voor een tocht van maanden. Na aankomst op de reede van Paramaribo werden de zoutwaternegers uitgeladen en op de veiling verkocht. Moeder en kind in één koop. De waar had de klant bereikt en nu ging het leven op de plantage beginnen. De meester begon met zijn slaaf te laten merken. En dan ving een leven aan van zware arbeid op de plantages, dag in, dag uit. Op de velden, in de fabriek, of als bediende in het grote huis aan de rivier, een heel leven lang. Na een dag werk werd er wat eten uitgedeeld en trokken de slaven zich terug in hun kleine, schamele behuizingen achter op de plantage. In de loop der eeuwen zijn 300.000 slaven Suriname ingevoerd. In 1808 werd de slaafvaart afgeschaft, maar de smokkelhandel duurde nog lang voort. In 1863 waren er nog maar ruim 30.000 slaven over. Het was immers goedkoper om een slaaf dood te werken en nieuwe slaven aan te voeren. In de bloeitijd van de plantagekolonie Suriname werkten er op de plantages 40.000 slaven onder toezicht van enkele honderden blanke meesters en opzichters. Deze wanverhouding in aantallen was de oorzaak dat de meesters vaak een grote wreedheid tentoonspreidden. Angst was vaak de grondtoon van hun persoonlijkheid. Angst voor een slavenopstand. Angst die hun ook argumenten deed zoeken en vinden om de overheersing van zo'n grote groep slaven te rechtvaardigen. Vaak werd de slavernij met de Bijbel in de hand verdedigd. Maar we hoeven de tijdklok niet 100 jaar achteruit te zetten om te begrijpen wat de mentaliteit van die dagen was. Als we denken aan de toestanden in Zuid-Afrika, waar tegenwoordig dezelfde argumenten gebruikt worden om een overheersing van een grote groep door een kleine groep te verdedigen. Na afloop van de slaafvaart ontstond de noodzaak om de slavenmacht op peil te houden zonder aanvoeren van nieuwe slaven. Toen verbeterde ook langzaam de omstandigheden en de behandeling van de slaven. Zuster Spalbrug, heeft u nog herinneringen aan de slaventijd? Ja, heel grote herinneringen ook. Ik heb nog mijn oude grootmoeder heel goed gekend en jaren nog meegemaakt. Die is een echte
slavin geweest. Op plantage Soelen was ze een van de grootste suikerplantages van ons land. En die heeft me in de latere jaren heel veel verteld over de slaventijd. En hoe ging het er nu toe op zo'n plantage vroeger? Wat deed ze daar voor werk? Nou, ze was dan wasvrouw. Ze is nooit in de velden geweest. Ze is altijd, als jong meisje al begonnen, als wasvrouw in het ziekenhuisje. U vertelde de vrouwen die ook naar het veld gingen om te werken. Maar wat gebeurde dan met de kleine kinderen? De kleine kinderen, zei grootmoeder, die werden dan precies als nu naar een crèche gebracht. En daar waren ook slavinnen die voor ze zorgden. En op welke leeftijd moesten de kinderen mee gaan werken? Kunt u daar iets van vertellen? 15, 16 jaar, dan moesten ze al trekken naar het veld. Anders waren de kinderen met hun 10e jaar en nog een beetje hoger, zijn ze altijd in huis bij de directeurs en de opzichters om de respectievelijke mevrouwen te helpen. En dan gingen ze ook een gezin stichten? Dan hebben ze geen eigen keuze. Als ze eenmaal volwassen waren, dan werden ze geroepen bij de directeur of bij de opzichter. En dan werd gezegd, je moet dan zo'n man, zo'n jongen, daar moet jij dan mee gaan, zullen we zeggen. Dat is dan jouw man. En jullie moeten dan zorgen dat er kindertjes komen. Dat is de bedoeling natuurlijk van de directeur. Ze moeten steeds een plantage voorzien van slaven. Dus als er geen kinderen kwamen, nou, dan moesten ze maar zien dat het, nou, een andere man dan misschien, of de man een andere vrouwtje. Maar er moesten kinderen komen. Want dat is in het voordeel van de plantage. En waren het nu eigenlijk allemaal vredemeesters? Uw grootmoeder, hoe heeft die dat ervaren? Oma die heeft het al getroffen. Want die is een en al lof over de baas, over de directeur, de eigenaar. Ze zeggen dat was een van de beste eigenaars. Ze zijn nooit mishandeld of geslagen. Het ging alles heel goed. En daarom ook is de plantage Soelen en Marienburg nog altijd bloeiend. Een goede meester maakte de toestand niet ongedaan. Als de slaap was weggelopen en opgevangen, denken horen die man geen extra soepje of een extra rantsoen tabak kreeg. Maar als hij een flinke geesteling kreeg, terwijl een andere, zoals voorkwam, meester zijn slaaf de Achillespees doorsneed, of wat zelfs wel is voorgekomen, een been afzette, ja, dan is een meester die maar, tussen aanhalingstekens, een slaaf een pak slaag laat toedienen, en dat was niet een ongemakkelijk pak slaag, dat was misschien in die tijd een goede meester. Maar daarmee wil ik de slavernij natuurlijk met geen enkel woord ook maar goed praten. Het blijft een verschrikkelijke, mensonterende tijd. Er waren ontsnappingsmogelijkheden voor de slavenmacht. Men hield vast aan het eigene, aan de eigen taal, aan de eigen gebruiken, ondanks het verbod van de meesters. Altijd door in Suriname hebben de slaven vastgehouden aan hun oude religieuze gebruiken, aan hun half-religieuze dansen en hun feestmuziek, ondanks de plakaten die uitgevaardigd werden, hebben de blanke meesters nooit kunnen verhinderen dat dit bleef voortbestaan.
lied dateert uit de slaventijd. In die tijd hadden ze niet zo heel veel vrijheid, maar af en toe kregen zij ook de gelegenheid om weer wat te feesten zoals ze dat deden in Afrika. Veelal maakten ze gebruik van deze gelegenheden om in de bossen weg te vluchten. Dat gebeurt nog wel eens, dus als ze zo bezig zijn, naar aanleiding van dit lied, dat ze zo bezig zijn te feesten en dan spreken ze af, kijk eens, helemaal aan het eind gaan wij één voor één de bossen in. En dan zingen ze dit lied, meester, als u mij morgen niet meer ziet, dan ben ik weg. De meester die ligt daar, in zijn bed natuurlijk, en die luistert, maar die verstaat er niets van. Die dacht, oh, ze zijn nog steeds bezig met feesten, maar als morgens, als hij bij ons komt, dan blijkt wel dat hij geen enkel neger meer op de plantages heeft. Nadat eeuwenlang de slavernij in Suriname had bestaan, kwamen er in het eind van de 18e eeuw mensen die begonnen te denken over de afschaffing van de slavernij. In Engeland waren mensen als Adam Smith die erop wezen dat de slavernij geen economisch gunstig systeem was om de tropenlandbouw te bedrijven in de West-Indië. En ook mensen als Jean-Jacques Rousseau, de filosofen, die bereiden de wereld voor op nieuwe denkbeelden die er tenslotte toe geleid hebben dat er overal in West-Europa bewegingen ontstonden die pleiten voor afschaffing van de slavernij. In het geval van Jean-Jacques Rousseau is het wel aardig op te merken dat zijn boekwerken uitgegeven konden worden met het geld dat verdiend was door slaven in Suriname. In Suriname, langs de Kotika-rivier, woonde een Zwitserse planter, Alexander du Peru, die daar een groot kapitaal vergaarde met zijn slavenarbeid en tenslotte rijk gekomen terug in Zwitserland zich opwierp als mecenas van Jean-Jacques Rousseau en het mogelijk maakte dat zijn boekwerken uitgegeven werden. In de Engelse koloniën is al in 1833 de slavernij afgeschaft. En kort daarna, in 1848, werden de slaven vrijgegeven in de Franse gebieden. Maar in de Nederlandse koloniën heeft het nog geduurd tot 1863, voordat door een proclamatie van de gouverneur de mensen te kennen werd gegeven dat ook in Suriname op 1 juli 1863 het einde zou zijn van de slavernij. Dominee Lucianne, de Hernhuttergemeente en de afschaffing van de slavernij in Suriname zijn twee begrippen die eigenlijk nauw verbonden zijn. Ja, zeker. De boerdergemeente Zendelingen hebben dus veel op de plantages eigenlijk deze dag voorbereid aan door hun hele prediking, dus ook de mensen eigenlijk innerlijk voorbereid op deze dag. Zodat voor deze vrijgekomenen, die 1 juli, in eerste plaats een dag van dank was. Eigenlijk weinig feesten, uitbundige feesten, maar men ging alle gezamenlijk naar de kerken om daar de Heer te danken voor deze dag. De grote stadskerk in Paramaribo, die vulde zich zelfs twee keer op deze dag. En het is bekend dat na de dienst een van de vrijgekomenen spontaan opstond om de broeders te danken voor het werk dat zij gedaan hadden, ook voor de slavenbevrijding. Pas later is dus eigenlijk het echte feest gekomen. De winkels waren op 1 juli gesloten, maar op de volgende dag vulden zich bijvoorbeeld de schoenwinkels met mensen die allemaal schoenen kwamen kopen, omdat het dus aan slaven verboden was geweest schoenen te dragen. En nu zij dus vrije waren, nu wilden zij dat dan ook demonstreren door schoenen aan hun voeten te hebben. Er is een Surinaams spreekwoord dat zegt, de neger wil schoenen dragen, maar hij weet niet dat hij er likdoorns van krijgt. Dat zou het motto kunnen zijn van de geschiedenis van de laatste 100 jaar. In 1863 werd de slavernij afgeschaft, maar nog 10 jaar lang was de vrijverklaarde verplicht om arbeid te verrichten op de plantages. De planters zagen met schrik het jaar 1873 naderen waarop de Creool totaal vrij zou zijn. En maar niet nieuwe arbeidskrachten komen uit Indië en uit Java om de plaatsen in te nemen van de weggaande Creolen. Maar dit heeft de plantages niet kunnen redden. Stijgende exploitatiekosten, daling van de prijzen van tropische landbouwproducten op de wereldmarkt maakten dat de Surinaamse planters de concurrentie niet konden volhouden. Bovendien bleef er gebrek aan werkkrachten. Want de Aziatische arbeiders verlieten na afloop van hun contract de plantages en begonnen een eigen landbouwbedrijfje. De meeste Creolen wenden zich na 1873
voor eens en voor altijd van de landarbeid af. Vol goede verwachtingen trokken zij naar de stad. Maar door de algehele economische malaise leiden velen een pover bestaan. Het gouvernement deed vrijwel niets om hun lot te verlichten. Zeker, ze waren vrij, maar ze misten elke ervaring zich zelfstandig in de maatschappij te handhaven. Een slavenmaatschappij is niet het juiste milieu om goede werkkrachten en goede burgers te kweken. Toen de Nederlandse regering zich goed realiseerde dat Suriname 30.000 nieuwe burgers was rijk geworden, is men begonnen met een cultuurpolitiek die erop gericht was om van deze Creolen binnen één generatie culturele Nederlanders te maken. Als hefboom voor deze cultuurpolitiek moest het onderwijs dienen. Het onderwijs dat op Nederlandse lees geschoeid werd. Wie wil mee naar Zandvoort gaan, waar de zoete raapjes staan? Pluk ze met de hand, schil ze met de tand, eet ze met de mond, zoete raapjes zijn gezond. Deze versjes die leerden we. Het zal u misschien verbazen aan de kinderen op school. En niemand keek er van op, het was de gewoonste zaak van de wereld. Althans, voor Suriname een eigen regering had het geen plaatsvond in 1948. Ik was namelijk zelf onderwijzer. Heb op verschillende plaatsen voor de klas gestaan. En ik heb verschillende van deze versjes aan de kinderen moeten leren. Bracht dat geen conflicten met zich mee, ook voor de kinderen die dus de voor hun vreemde taal moesten leren op school? Dat bracht mogelijk wel conflicten die echter niet zo duidelijk aan de dag traden. Het gebeurde wel dat de opstellen niet waren zoals men dat zou wensen. Ze waren soms zelfs slecht. Maar wie vooruit wilde in de Surinaamse samenleving toen, die moest zijn beste beentje voorzetten en met alle kracht en geweld het Nederlands leren. Vele Creolen voelen de invloed van de Nederlandse cultuur als een voortdurende bevoogding, zodat hun geestelijke emancipatie nog niet voltooid is. Anderen waarderen de Nederlandse cultuur als een element in hun opvoeding, maar voelen zich toch duidelijk anders en willen zichzelf zijn. En deze dansen houden we vast, want het is onze Afrikaanse dans. Bewustwording van eigen cultuur, van de mogelijkheden van de eigen taal, het Neger-Engels. Dat is een geluid dat men de laatste jaren steeds sterker hoort als antwoord op de koloniale cultuurpolitiek. Het Nederlands onderwijs, hoe onaangepast aan de Surinaamse leven het ook was, heeft de maatschappelijke en economische ontplooiing mogelijk gemaakt. Maar de geforceerde pogingen van de Creolen ook culturele Nederlanders te maken behorend tot een koloniaal tijdperk. Ik voel me geen Nederlandse. Ik ben geen Hollandse geworden. Ondanks het feit dat ik Nederlands onderwijs genoten heb. Het is wel zo dat ik vele, bijvoorbeeld Nederlandse versjes geleerd heb. Die zijn mijn eigen. Het zijn herinneringen uit mijn jeugd. Het is een onderdeel van mij. Maar van de andere kant, als ik een kawina hoor, Afrikaans ritme, dan kan ik er niet bij stilzitten. Dat is een andere kant van mij. Ik ben een combinatie van deze twee dingen. En ik heb geen verlangen of geen behoefte aan om op een van deze beiden op een kunstmatige manier de nadruk te leggen. Ik wil zijn wat ik geworden ben. Een Surinaamse Creoolse. Ik ben Creool, maar ik voel me in de eerste plaats Surinamer. In 1948 kregen we in Suriname het algemeen kiesrecht. We kregen autonomie. Suriname mocht op eigen benen staan. Gelukkig waren de verschillende bevolkingsgroepen het er unaniem over eens dat de grootste opgave waarvoor wij ons gesteld vonden was de welvaartsontwikkeling van het land zo spoedig mogelijk op gang te brengen en ons welvaartsideaal te verwezenlijken. Er was niet langer plaats voor raciale tegenstellingen. 1 juli nadert, de dag waarop in het verleden door de Creoolse groep in zonderheid de afschaffing van de slavernij gevierd werd. Maar op 1 juli vieren alle Surinamers nu geen afschaffing der slavernij,
maar de dag der vrijheden. Gisteren is er feest gevierd in Suriname. En alle bevolkingsgroepen hebben meegedaan. De Hindoestanen en de Nederlanders. De Javanen en Kriolen. De Bosnegers, Chinezen en Indianen. 1 juli is niet meer alleen een feestdag van een enkele raciale groep. De verre afstammelingen van de slaven. De emancipatiedag van de Kriolen is omgedoopt tot een dag der vrijheden voor alle Surinamers. Want als bewoners van één land hebben zij allen te maken met de mijlpaal in de historische ontwikkeling, het feit van de afschaffing van de slavernij. Er is uitbundig feest gevierd en voor één dag zijn alle problemen vergeten. En er zijn vele problemen in een land dat zich midden in zijn sociale en economische ontwikkeling bevindt. De slavernij is lang voorbij, maar de herinneringen aan een koloniaal bestuur zijn nog springlevend. Suriname is jong en de generatie van nu werkt hard aan een eensgezind en welvarend land voor zijn bewoners van morgen. Aanstaande de dag herdenken dat 100 jaar geleden de slavernij in Suriname werd afgeschaft. Nou. De emancipatiedag die moet gevierd worden, te meer voor de jongeren die er helemaal niks van wisten. En zij die het dus meemaken, die vragen het automatisch waarvoor er op 1 juli zo'n feest gevierd werd. En naar aanleiding hierdoor komen alle Creolen te weten dat de Emancipatiedag een dag is die gevierd hoort te worden wat onze voorouders allemaal voor ons hebben moeten opofferen.